Ik ben Kenneth Dan, een fotograaf in Maastricht. En ik heb van mijn passie, mijn hobby, heb ik een beroep kunnen maken. En dat begon zeker al op 10-jarige leeftijd. Daar ben ik met fotografie naar gekomen omdat mijn oom, die was fotograaf, ontwikkelde zelf. En daar mocht mee de doka in. En dan zag ik al die foto's magisch ontstaan op het papier. Nou, en daar ben ik ook zelf begonnen met fotograferen. Ik heb nooit afgedrukt, nooit ontwikkeld. Lekker naar de winkel gebracht, de rolletjes. En maar op 10-jarige leeftijd, toen kreeg ik mijn eerste klak van Kodak. En toen was ik fotograaf. Ja, rolletje op, wegbrengen. En een week later kon je zien wat je gedaan had. Het was spannend. En die tijden zijn nu wel veranderd, want nu doe ik het zelf. Je bepaalt zelf wat de foto wordt. Je hebt alle ruimte gekregen om iets moois van je werk te maken. Maar dat is het verschil tussen nou de overstap van analoog naar de digitale fotografie. Je krijgt zo'n groot gereedschap mee dat nu bijna alles mogelijk is. Van een normale bruiloft, een mooie foto, tot een aanzoek op de maan. Zo, dit was die en dan klik ik deze aan. Deze en die. Ja, dit is greenscreenen, chroma keyen. Daar plaats je dus mensen, plaats je gewoon in een fantasiewereld. En je kunt tot extreme gaan, je huurt een paar astronauten pakken en je doet een aanzoek op de maan. Ja, ze was er heel erg blij mee. Ik vraag me alleen af hoe hij de ring op gaat doen, maar ik zal het misschien naar binnen doen. Die is wel de moeite waard om te laten zien. Toen Maxima en Willem-Alexander het nieuwe theater opende in Kerkrade Museumplein. En dat is een hele grote projectie waar je echt het gevoel hebt dat je in de ruimte staat. En het mooie van die panorama is natuurlijk dat je helemaal kunt inzoomen. Maar dit zijn ook bijna 40 foto's die uit de hand geschoten zijn binnen 10 seconden. Ja, dat gaat heel snel. En dan toch kijken dat je de mensen die hierop staan, die wil je dus wel enigszins, zover het gaat, onder dat licht scherp op de foto hebben. En er zit overal wat beweging in, maar het resultaat moet ik zeggen was zeer, zeer goed voor die omstandigheden. Ja, was ik wel zeer blij mee. En hetzelfde doe je dan ook met de Ellende van de Ellende bijvoorbeeld. Dan vind ik het toch leuk om dan zo'n moment vast te leggen in een camerastand die gewoon anders is. Waar je 7000 mensen op de foto zet. In een goede belichting, waar alles een beetje klopt. Dat vind ik dan heel erg mooi. Mijn hobby is elektronica. En die kan je door deze digitale fotografie kan je die nou fantastisch koppelen. En dan kun je je mogelijkheden weer gaan vergroten door een camera aan een wifi netwerk te hangen. Of ter plekke al foto's na te bewerken. Dat kan op je tablet, op je telefoon. Binnen enkele minuten staan ze online, nabewerkt. En dan kun je heel snel zo'n site opzetten waar het publiek zichzelf terugziet. Ik stapel mijn ene project over het andere project heen altijd. Het is een gigantische rotzooi, maar vreemd genoeg vind ik alles terug. Even snel. Heb je ervoor geleerd voor elektronica? Ja, ik heb de MTS elektronica af. Dan maak je dit soort fratsen. Dan hebben jullie camera licht.